Nou, dat is wel aardig snel, hè, Gert-Jan? 5-0 overwinning. Tevreden? Ja, ik denk het wel. Het had ook 8-2 kunnen zijn, denk ik. Zeker de eerste helft hebben we ook 1-2 mogelijkheden gehad in de omschakeling. Maar ik denk dat wij zeer verdiend gewonnen hebben. Naarmate de wedstrijd vorderde, werd het veld steeds langer. Konden we heel veel kansen uitspelen. Mooie kansen, mooie acties, stiftjes. Ja, 5-0 is gewoon altijd goed. Ja, en ook inderdaad mooie doelpunten die er tussen zaten. Ja, soms goede aanvallen, soms een mooie individuele actie. De 2-0 is natuurlijk heel bepalend, dan breek je het even, hè, kort naar de rust gelijk een goal. Nou, hun gingen echt alles of niks spelen, met offensieve wissels. Nou, wij gingen ook offensief wisselen, omdat er daardoor ruimte ontstond. Ja, goed, en als je dan scherp bent en je maakt het zo af, dan denk ik dat, dat we vandaag weer een keer een uitwedstrijd hebben gespeeld die voldoet aan wat men van ons mag verwachten. Enthousiast, veel energie, niet alles ging goed. En uiteindelijk een mooie score waarbij tot aan de laatste minuut getracht is om doelpunten te maken. En nou ja, onze supporters zijn trouw, die komen overal. En die wil je maximaal vermaken. En ik denk dat ze dit keer een goed weekend hebben. Technische hoogstandjes van Sargon, ik heb ervan genoten. Ja, maar niet alleen Sargon, maar ja, Sargon goed kan voetballen, dat weet iedereen toch? Zeker. Heb je ook gemerkt dat je tegen een ploeg speelde die waar helemaal niet zo heel veel strijdlust in zat? Dat viel me op. Nou, vond ik wel meevallen, want voor de rust vond ik ze niet heel slecht. Alleen het is een verzorgde, voetballende ploeg met veel technische spelers voor de bal. Baat, een goede speler. Harry Zwarthoed, goede speler. Nummer 7, goede speler. 18 Tol, IJsselmeerwold verleden, goede speler. Maar ja, ik denk dat we inmiddels misschien ook heel voorzichtig mogen stellen dat wij aan een mooi seizoen bezig zijn. En dat we dat weer bekronen vandaag met gewoon een hele goede wedstrijd. En dat we het verschil in kwaliteit uiteindelijk toch in de score hebben kunnen uitdrukken. En ja, dan kun je zeggen, hun hadden weinig strijdlust. Ja, het heeft ook te maken met hoe scherp ben je zelf? Hoe sta je op het veld? Wil je de duels aangaan? Wil je combineren? Gun je elkaar de bal? Want misschien was de mooiste goal wel de eerste goal van de wedstrijd. Een schitterende aanval over links. En dan een spits die bij de eerste paal voor zijn man komt, die hem net binnen tikt. Ja, gewoon genoten. Zag je ook dat de frustratie toenam bij de Dijk naarmate de wedstrijd vorderde? Maar van kwam mee. De rode kaart, nou ja, kan. Dat had volgens mij ook geel mogen zijn. Ja, weet je, het zijn intenties om de bal te spelen en wij waren elke keer net te rap. Nou, en dat is natuurlijk ook het wisselbeleid. Je speelt op een gegeven moment met jongens als Vincent, Rens, daarvoor met Derian. Ja, allemaal jongens met snelheid, met diepgang. Ja, en als je dan als verdediger een keer met de slijm naar de bal gaat. Ja, ik vond niet dat, dat het ordinair was. Ik vond ook, ja goed, nogmaals, ik vind dat allemaal wel meevallen. Ik wil het niet bagatelliseren, maar ik heb niet naar een schopwedstrijd zitten kijken. En de kaarten die zijn gevallen, die kun je geven. En wat mij betreft had die laatste ook geel mogen zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de scheids dit doet. En dat hij dat volgens de regels moet doen. Dat was voor mij onnodig. Ik heb genoten van ASC. We hebben een mooi weekend. Ik maak me altijd zorgen als we tegen mindere ploegen spelen of we wel gemotiveerd zijn. Nou, dat verhaal kan nu de prullenbak in. Deze ploeg is uitermate gemotiveerd en heeft een prachtige overwinning gehad. Maar